Hier zie je een voorbeeld van een meneer die met zo'n band loopt. Aan de linkerkant zie je met het ding aan en aan de rechterkant met het ding uit. Dus hij is een soort drunken sailor. Waarom belanden mensen met evenwichtsproblemen bij de psychiater? De Universiteit van Nederland presenteert vestibuloloog professor Dr. Herman Kingma. Als je twee evenwichtsorganen verliest, heb je een heel groot probleem. Je kan het eigenlijk vergelijken met als je doof wordt of als je blind wordt. Alleen er is veel minder over bekend. Het komt veel vaker voor dan je denkt. Ongeveer 1 op de 1000 mensen krijgt te maken met een tweezijdig volledig functieverlies van de evenwichtsorganen. Ze hebben er niet allemaal evenveel last van. Maar je kunt er ongelooflijk veel last van hebben. Het hangt er vaak vanaf wanneer het in je leven gebeurt. Als het gebeurt als je een klein kindje bent en je wordt geboren zonder evenwichtsorganen, dan kunnen je hersenen zich veel beter aanpassen aan dat functieverlies. Als je het later krijgt, op latere leeftijd, als je relatief jong bent, is je aanpassingsvermogen ook groot. En naarmate je ouder bent, heb je meer en meer problemen. Het wordt heel vaak over het hoofd gezien. Ik geef je 1 voorbeeld. Een patiënt van mij, die kwam op een bepaald moment, na 30, 40 jaar allerlei problemen gehad te hebben, mijn evenwichtsafdeling opwandelen. Ik was met een co-assistent en ik zag haar binnenkomen. En ik zei tegen de co-assistent, ik denk dat die mevrouw een probleem heeft met allebei haar evenwichtsorganen. Die co-assistent die keek me aan, hoe ziet u dat? Ik zeg, nou ja, dat is de manier van lopen, bewegen. En let maar op. Ik deed toen een klein testje, wat je eigenlijk zag met die hoofdbeweging. En ik zag dat ze naar alle tweede kanten toe geen reactie meer had. Dus ik zei, ja, ik weet het probleem al, uw evenwichtsorganen werken niet meer. De mevrouw die ging naar huis om het even te verwerken, ging huilen in de auto, omdat ze bij zichzelf zich realiseerde dat eindelijk ontdekt was waarom ze allerlei problemen had. Op school, de lagere school, werd ze voor gek uitgemaakt, omdat ze niet zo snel mee kon. Haar gezichtsvermogen, daar had men twijfels over, maar als de oogarts het mat, dan was het allemaal normaal als ze doodstil zat. Maar zodra ze ging bewegen, zag ze niet goed meer. Allemaal psychisch. Allemaal psychisch. Ze werd van de ene dokter naar de andere gestuurd. Ze kreeg psychotherapie en op een bepaald moment ging ze er zelf in geloven. Een tijdje later kreeg ik een patiënt van 28 jaar. Een tennislerares die eigenlijk haar passie had in tennissen en alles. En in 1,5 jaar tijd heeft ze alle twee haar evenwichtsorganen verloren. Ze kon haar beroep gewoon gedag zeggen, einde oefening. Ander voorbeeld zijn patiënten met Meniere die heftige aanvallen van duizeligheid hebben, hun baan verliezen en dan vervolgens na verloop van tijd, als de twee evenwichtsorganen helemaal in functie verloren zijn gegaan, geen aanvallen meer hebben, maar heftige problemen hebben omdat hun evenwichtsorganen niet meer werken. Dan komen ze bij de keuringsarts en die zegt, ah, u heeft geen aanvallen meer. Dan kunt u weer werken. Het is verbazingwekkend eigenlijk hoe daarmee omgegaan wordt. En een goed voorbeeld daarvan is ook eigenlijk mevrouw van Oost, die hier eigenlijk op de rolstoel zit. En die op een bepaald moment ook bij ons op de evenwichtsafdeling kwam. En een probleem had. Nou, dat zie je ook wel, want ze zit in een rolstoel. Dat is niet voor niks. Wat is er gebeurd? Klopt. Ik heb 1,5 jaar geleden heb ik een, dacht ik, een oorontsteking gehad te hebben. En 2 dagen later lag ik op de intensive care. Na later bleek een hersenvliesontsteking. En ja, daar hebben ze zoveel medicatie moeten geven, antibiotica. Dat die antibiotica mijn evenwichtsorganen heeft vernietigd eigenlijk, als het ware. Ja, mevrouw is behandeld met antibiotica
daar is geen keuze in, anders had ze het niet overleefd. Ja. Maar die antibiotica, die specifieke antibiotica, daarvan is bekend dat ze het evenwichtsorgaan kunnen aantasten en ook het gehoororgaan. In die zin heeft ze nog geluk gehad, want het gehoor had ook uitgevallen kunnen zijn. En er zijn dus best veel mensen die dit meemaken. En ze gaan vaak naar huis met het idee van, ja, nou ben ik, ik heb het overleefd. En ze blijven klachten houden waarvan niet wordt vastgesteld waardoor het komt. Want ze waren zo ziek dat de misselijkheid van het uitvallen van de evenwichtsorganen, dat eigenlijk toegeschreven wordt aan de algemene slechte lichamelijke conditie van die patiënt. En dat ze, ja mevrouw had heel veel problemen. En heel veel van die problemen zijn voorbij. We gaan ook werken nu aan het evenwicht, zeg maar. Maar ja, we kunnen die evenwichtsorganen natuurlijk niet echt herstellen zo eenvoudig. We kunnen een eenvoudig proefje doen. We gaan eens even met de camera ervoor kijken. Naar de camera. En dan gaan we een snelle hoofdbeweging maken. En u blijft kijken. En je ziet dat haar ogen niet in staat zijn om recht vooruit te kijken. Dat is in alle dimensies. Dus als u over straat loopt, wat merkt u dan? Ja. Kunt u nog goed zien? Ja, ik zie goed als ik mijn hoofd maar stil hou. Ja. Dan zie ik goed. Maar zodra je gaat lopen, bewegen, in de rolstoel of in de auto zit, het dendert, het wiemelt. Dus je ziet alles meebewegen. Dus ja, de borden boven de snelweg kan je niet lezen, want je ziet niet wat erop staat als het zo gaat. Ja, en ja, alles beweegt mee. Dus, ja. Het is dus zo dat mensen die zeg maar ouder worden, hebben ook vaak klachten van hun gezichtsvermogen. Dat is aan de ene kant heeft dat te maken met ogen die achteruit gaan, maar aan de andere kant ook de evenwichtsorganen. Die verliezen dus die dynamische beeldstabilisatie. En dat wordt ook weer niet altijd erkend. Ze gaan naar de oogarts, die meet en die zet ze doodstil. En die zegt, nou alles is prima. We zijn dus bij de verkeerde arts. Ze moeten naar de KNO-arts of neuroloog die kijkt hoe het is met de evenwichtsorganen. Het is dus eigenlijk een probleem wat heel erg onderschat wordt. En je ziet het, mevrouw kan nog steeds niet lopen. Ik ben ervan overtuigd dat ze op een bepaald moment wel kan gaan lopen, maar dat ze heel veel moeite zal hebben om snel eigenlijk te kunnen reageren op verstoringen. Dus haar kans om te vallen is behoorlijk groot. En dat zijn toch wel behoorlijke dingen die de kwaliteit van leven heel negatief beïnvloeden. Want dit is niet iets wat je alleen maar in de beroepssituatie hebt, maar ook dagelijks thuis. Nou, heel hartelijk dank. Graag gedaan. U begrijpt dat als je dat zo vaak meemaakt, dat je dan bij jezelf denkt van ja, kan ik daar iets aan doen? En mevrouw die mag het op de afstand meemaken. We rijden haar. Kun je er iets aan doen? Het eerste wat we geprobeerd hebben is om te kijken of we dat loopprobleem, het evenwichtsprobleem kunnen oplossen. En dat is niet iets wat ik zelf bedacht heb. Dat is iets wat zeg maar al 30 jaar, 40 jaar geleden gebruikt is als een techniek om misschien blinde mensen te helpen. Wat we noemen fibrotactiele stimulatie. Dat is kleine vibratortjes. En die zitten hier in deze riem ingebouwd. Je ziet hier als de hoest er vanaf is. Allemaal vibratortjes. Een klein kunstevenwichtsorgaan dat alle bewegingen voelt. En een microprocessor die trillelementjes weer aanstuurt. Nou, je draagt dit rond je middel. En op het moment dat ik te veel naar voren buig, gaat het voorste vibratortje trillen. Te veel opzij, de zijkant. En zo voel je eigenlijk weer als een soort kompas waar de zwaartekracht is. Het versterkt het gevoel van waar de zwaartekracht is. Nou, dit is natuurlijk eigenlijk op zichzelf een simpele oplossing.
hoewel het nog niet helemaal uitontwikkeld is. We hebben die principes van vroeger toegepast. En we gebruiken dat nu ambulant voor mensen die die systemen voor langere tijd dragen. En kijken of dat werkt. Die studies lopen nog. Hier zie je een voorbeeld van een meneer die met zo'n band loopt. Aan de linkerkant zie je met het ding aan en aan de rechterkant met het ding uit. Dus hij is een soort drunken sailor. Dat is dus een van de bekende klachten die patiënten hebben. Ze lopen 's morgens vroeg uit de deur van hun huis en ze krijgen commentaar. Meneer, mevrouw, is het niet een beetje erg vroeg om alcohol te drinken? Ze voelen vaak, dat zeggen ze ook, de ogen in hun rug prikken als ze over straat lopen. Omdat een heleboel mensen denken dat ze te veel hebben gedronken. Oké, de volgende dia. Nou is zo'n band natuurlijk niet in staat om ook je beeldstabilisatie te verbeteren. Dus we zijn een stap verder gegaan. En we zijn een kunstevenwichtsorgaan gaan ontwikkelen. Dat zie je eigenlijk hier weergegeven. Ik heb hier een soort voorbeeld van een cochlea-implantaat. Dat bestond al langer, bestaat al langer. Een kunstoor eigenlijk, dat wordt geïmplanteerd. Dit hele gedeelte gaat achter de huid en dit gaat via het rotsbeen naar dat slakkenhuis van het gehoor en maakt zo een elektrische verbinding. Nou, bij het gehoor heb je een microfoontje wat het geluid opvangt via een processor dat omzet in prikkeltjes die zo weer bij de gehoorzenuw komen. En het is fantastisch, want kinderen die zeg maar door een meningitis niet alleen hun evenwichtsorganen, maar bijvoorbeeld ook hun gehoor hebben verloren, die worden op dit moment in Nederland al aan twee zijden geïmplanteerd met cochlear implants en kunnen weer naar een gewone school. Het is niet hetzelfde als gewoon horen, maar blijkbaar kunnen die hersenen heel veel informatie eruit halen. Datzelfde principe zijn wij gaan toepassen voor wat we noemen een evenwichtsimplantaat, een vestibulimplantaat. Je ziet hier eigenlijk de sensor die de bewegingen detecteert, een spoeltje die aan de buitenkant, zeg maar zo, magnetisch gekoppeld is met een spoel onder de huid. En dit loopt naar het evenwichtsorgaan en het gehoororgaan. Dus hier kunnen we combineren een cochlear implant en een vestibular implant. In augustus vorig jaar hebben we de eerste patiënt ter wereld daarmee voorzien. Dat was sensationeel, omdat het nooit eerder was gedaan, maar ook voor ons was het ongelooflijk spannend om te kijken van, gaat dat werken? Nou, we zijn die mevrouw gaan testen in het laboratorium en wat bleek? Dat we inderdaad oogbewegingen konden opwekken. En dat we zelfs konden meten dat als ze aan het lopen was, dat haar gezichtsvermogen verbeterde. Inmiddels hebben we 11 mensen geïmplanteerd. Dat doen we heel nauw samen met de Universiteit van Genève, waarbij we samen de technologie en de operatietechnieken ontwikkelen om dat optimaal te doen. Ze hebben een iets andere operatietechniek dan wij. En daardoor kunnen we heel snel vergelijken met elkaar van wat is de beste manier. Het gaat er niet om wie hier wint of zo. We zijn niet in competitie, in tegenstel. Patiënten uit Genève komen in Maastricht voor onze diagnostiek enzovoort. We proberen samen te werken en daardoor de krachten te bundelen. Ik wil alleen maar meegeven dat zeg maar, we proberen met zo'n kunstevenwichtsorgaan iets te verbeteren aan de kwaliteit van leven van deze mensen. En het was voor mij heel schokkend toen 2 jaar geleden ik vertelde aan een hele beroemde neuroloog in de wereld dat we daarmee bezig waren en dat hij tegen mij zei, oh, ik wist niet dat die mensen een probleem hadden. Dat geeft gewoon even aan hoe ongelooflijk onderschat wordt wat de betekenis van evenwichtsorganen voor je functioneren is. En het is helemaal niet zo zeldzaam als je denkt. Alleen, als je niet oplet, zie je het niet. En ik vraag aan jullie om, als je een keer iemand zo over straat ziet lopen, toch even goed na te denken. Is het wel een dronken man? Dankjewel.